Het befaamde schilderij Bietenoogst van Emile Claus bestaat 125 jaar. Om dat te vieren organiseerde de stad Deinze vandaag een groot feest. En dat gebeurde op exact dezelfde plaats waar Claus al die jaren geleden zijn meesterwerk schilderde. Vandaag proberen we alles opnieuw tot leven te brengen. Er zijn kunstperformances, er is een tableau vivant, dus mensen kunnen echt letterlijk terug in het schilderij kruipen. Met zijn klederdracht, met een os, met een kar kunnen ze eigenlijk het schilderij opnieuw nabootsen. Er zijn vertellingen van Cyril Buysse, er is volksdans, er is eigenlijk voor elk wat wils. Steve de Smet en Dolores Boekaert bekoorden het publiek met een unieke performance in het bietenveld. Beide gekleed in het wit creëerden ze prachtige taferelen met de bieten en met elkaar. Het was eigenlijk wel interessant om samen dat schilderij dat we zo goed kennen, om dat nog een keer te analyseren, te fileren. En eigenlijk de meerlagigheid van een kunstwerk op zich, in dit geval de bietenoogst, te onderzoeken. Dus zowel de boer komt ter sprake, als de kunstverzamelaar, bij wijze van spreken, als de kunstenaar en zijn muze in het atelier en omgekeerd. Dus dat was eigenlijk een beetje het vertrekpunt. Het schilderij zelf bleef zelfs vandaag veilig binnen de muren van het Museum van Deinze en de Leijenstreek hangen, waar het de absolute blikvanger van is. We hebben het gekregen van de weduwe van Emile Claus, mevrouw Dufault. En daar rond is het museum gebouwd. Eerst in het Saverijspand, naast Onze Lieve Vrouwenkerk in Deinze. Nadien is het mee verhuisd naar het nieuwe museum, Museum van Deinze en de Leijstreek. En ja, het is echt het mooiste schilderij dat we hebben en ooit zullen in bezit hebben met de stad.